Het was dinsdag een mooie dag voor drie jeugdspelers van Ajax. Want Jasper Terheide, Jurgen Ekkelenkamp en Daan Reiziger tekenden alle drie hun eerste profcontract. Ja, dit is natuurlijk fantastisch. Hier keihard voor gewerkt. En dit is de eerste beloning en hopelijk volgen er nog veel meer. Ja, mooi om bij Ajax te tekenen natuurlijk. Ja. Was het anders vandaag om naar de club te rijden? Ja, heel anders. Ik had wel spanning in mijn buik ook. En het voelde heel anders. Ook niet naar de toekomst, maar een afslag daarna naar de arena. En ja, daar kan ik wel aan winnen eigenlijk. Jasper Terheide kende in de jeugd een periode waarin hij weinig speelde. Maar inmiddels is hij zeker van een vaste plek als controleur bij Ajax onder 19. Nou, ik kwam bij Ajax toen ik 15 was. Ik kwam daarvoor, speelde ik bij AZ. En toen heb ik heel even gespeeld, zat ik in een moeilijke periode. Heb ik blessures gehad. En sinds vorig jaar eigenlijk speel ik op 6 nu mijn nieuwe positie. En gaat het goed en sindsdien ben ik er eigenlijk nooit meer vanaf gegaan. En nu speel ik eigenlijk alles. Dus, ja. Had het puur met jou die positieverandering te maken dat het ineens zo goed ging? Of wat was er veranderd? Ook, denk ik. Maar ik trainde hard en ik werd ook steeds beter. En ik voelde ook dat ik er dicht tegenaan zat bij de basis. En uiteindelijk hadden de trainers me op 6 gezet. En dat ging bij mij zo lekker dat ze me daar eigenlijk niet meer vanaf hebben gehaald. En ja, sindsdien speel ik altijd op 6. Jurgen Ekkelenkamp maakt een stormachtige ontwikkeling door. Waar hij in de jeugd nog als centrale verdediger speelde, is hij inmiddels een aanvallende middenvelder. Dit seizoen maakt hij in 16 duels evenveel treffers. Ja, mooi seizoen denk ik. Ja, ik hoop dat ik dit kan vasthouden. Wat zeggen je teamgenoten? Dat je eigenlijk loopt 1-op-1 als middenvelder. Ja, klopt. Ik heb ook een weddenschap met Shane Unnerly. Dus hopelijk kan ik die weddenschap behalen. Wat is die weddenschap? Ja, als ik de 25 haal, krijg ik €100. Dus. Nou, dan hebben we één van je doelen gehoord, het winnen van een weddenschap met Jay Lundely. Wat zijn je andere doelen? Ja, nog steeds zoveel mogelijk spelen in de onder 19. En dan belangrijk voor het team zijn. Daan Reiziger is de vaste doelman van Ajax onder 17. Hij werd 2 seizoenen geleden overgenomen van FC Groningen. Het voelde gelijk heel goed bij het eerste gesprek. En vorig seizoen een heel goed seizoen gedraaid. Ook vervroegd naar de onder 17 gegaan, daar veel wedstrijden gespeeld. En ja, dit jaar ook weer een Ajax onder 17. En ook proberen kampioen te worden, dat is vorig jaar. Ja, en nu vast onder de lat, hoe voelt dat? Ja, natuurlijk heel vertrouwd. Maar ja, elke dag is het weer een nieuwe dag, dus het kan het ook weer veranderen. Wat zijn je doelen? Wat wil je verder nog? Ja, mijn doel is wel om zo snel mogelijk Ajax 1 te bereiken. Dus ja, zo snel mogelijk naar de eerste elftal. Net als bij de andere twee gelukkigen was natuurlijk ook de familie van Reiziger meegekomen. Ja, dat betekent voor mij heel veel. Ook omdat ik door de week hier zonder al mijn familie zit en ze eigenlijk altijd alleen maar op zondag zie. Dat betekent wel veel voor me dat ze ook allemaal meegaan hierheen. Ik heb iets voor jou. En nu vanavond uit eten met de hele familie, wat gaan jullie doen? Ja, we gaan vanavond zeker uit eten in Groningen, met mijn favoriete restaurant. Goed zo.